Tot dan verteld is Nijbouke dat 1 november verschijnt, schreven door de man die veerdig is met pen, maar ook spraakzaam met mond. Willem Friedrich. Kom dan terug naar zijn geboortestee Olschans, maar gaat nog meer over Toldamt. Ja, voor de aanleiding van Bouke gaan we eigenlijk naar Olschans, het geboortestee van Willem Friedrich. Toldamt vertelt, ook van u de Olschans, Willem? Ja, absoluut. Want door begon het te feiten natuurlijk. Want ben ik geboren en getogen, dus de Roeseling hier. En vanuit dit punt wordt het Bouke ook opgebouwd. Dus ook een beetje met autobiografisch element. Met wat voor gevuil staat er nou op dit stee hier? Met een bijzonder gevuil, om reden dat er in de jaren 60, 70 was men van plan de overheid om dit dorp de bulldozer ervoor te zetten. Dat kon hij niet zien. Er waren nogal wat bestuurders die aan denken in een succeskoek keken. En in een particulier initiatief van twee mensen die hier toevallig woonden, die hebben ze gezegd, dit is een historisch dorp van oorsprong, een vesting in die moet behouden blijven. En door particulier initiatief is dit aan de gang komen. Daarmee wil ik maar vertellen dat men nou altijd ogen moet wachten wat de overheid met die vuur heeft. Dat je zelf soms ook ergens een schepting aangeeft moet om wat te kloot te krijgen en om wat te regelen. Du werd dan halbeeld geschreven, ook in het verleden al, voor huis en huis onder andere en nog andere bloren. En die in columns kennen we natuurlijk, Halgoud. Worden nou toch dit Bouke? Er is een reden voor in deze zin. Ik heb in de jaren 70, 80 over van huis en huis geschreven, alles over Toldamt. En mijn vrouw die had altijd plakbouken bij ons, die had een A-bion. Die had alles, de achtergrondinformaties die de bij paasde. Als ze wat tegenkwam, knipte ze dat doet en zei ze, dit moest afbaken. En er ontstond een geweldig mooi archief. En dat lag er moeten staan, of dat lag er moeten liggen. En dan denk je op een gegeven moment, ja, dan moet je wat mee doen. En ik zat er natuurlijk in te bloden. En toen ontdekte ik gewoon dat de hele geschiedenis van Toldamt naar voren kwam. Dus aan vertelling van mensen die ik al die jaren interviewd heb in al die andere situaties. En toen denk ik, door zit een Bouke in. De wind daar oost over het land. Dat ligt zo mooi hier in de polder. Willem, we zijn onderweg met de auto de polder eigenlijk in. Hè? We rijden nu richting Vinnewol als ik goud heb. Ja. Vertel eens even, wat is de opbouw van het Bouke? Nou ja, dat begint natuurlijk in de jaren 60, 70, 80. Toen was er de mooiste rebellie in het Toldamt. De landbouw, de arbeiders kwamen op stroot. De strookaton had veel problemen, gingen fabrieken dicht. In Menschoten sloten allerlei fabrieken. Dus ik beschreef, ook in twee hoofdstukken, drie hoofdstukken, heb ik gesprek met communisten van hoe keek je tegen die tien aan? Hoe heeft zich de CPN hier überhaupt ontwikkeld? En ik ben begonnen dus met een verhaal over Ol Hendrik Smitman, dat ik toen ook in de kraten geschreven heb. En een man die een geweldige levensverhaal verteld heeft, ook een boegenwal terecht gekomen is. En ik belicht een beetje de achtergrond van de CPN. Ook betrekking hebben op Finsterwolde, waar vroeger al een zoveel rebuli west is dat ze zelfs een regeringscommissaris aangesteld hebben. En uiteindelijk kwam ik terecht bij Janneke Jagersma, dat je de eerste burgemeester wordt. De rol van Freem Meijs hier in de regio, wordt duur. Ze in Den Haag, de knijpers kregen van dat het hier al een anarchistische omgeving was. En toen, in de noodklokperiode, daar sloot er ook weer een baan. Dus hier was een ontzettend stuk actie en reacties. Dat men in Den Haag op een gegeven moment een beetje begon te luisteren en denkt, nou, dat gooit je niet uit. En toen ben ze toch een beetje bijdraaid om weer wat voorziening te komen om hier wat aan ontwikkelingswerk te doen, zeg maar. Nou, we zijn net een halsgier sluiske verbierheen en nou de Karel Koenraad polder in. En voor ons, Willem, door ligt ook een stuk historie en een beeldend verleden nog, hè? Ja, absoluut. We rijden op het Abonnezenboskhof in Dollard Zuid, dat geweldige mooie zwemmerhoeske. Maar hij was dus een Duits oorweer gescheurd in de oorlogsperiode. En zijn burgemeester minuutje na bij een oorweer gescheurd op, dat deden ze in hoeske, in dit hoeske. Maar dat was geen gewoon hoeske,
Want als je terug is naar bij de Zoeskevrouw, maar dat was een bunker. Dat was homo van beton, hele dikke muren. Maar die aan ze een beetje het uitleg geven van naar bij de Zoeske als de Gali het vliegtuig overging. En die keek naar beneden. Die denkt, dat moet ik niet bombarderen, maar door woont mensen. Yeah. En dan gaan ze ook zo doen dat ze de roetjes op de betonvaaf zaten. Kazintjes erin, door zat een deur in met een dubbel deurtje. Door haar zijn vrouw op schilder, die keek zo naar boven. Dus het was een hele leemte tafereel van bovenaf. En noorderaan zei Willem Schillen van Veen heeft dat dus gekocht, ook de Boske trouwens. En die heeft een geweldige zwemroes van Mort. Alleen op de achterkant, door kerst naar zijn, daar zei op de beton een roetje mocht hebben. En op dat beton blankjes. Nou ja, of een rukje. Oh, de kracht van de natuur. Nee, vuil, ik sta hier in de polder. Want tussen kunst en kleur neer, zeg je de voorheid, lijkt een schulde tijden keer. Hier lag dus veel visgebouwtjes en die waren ook verzameld in de Dollar Robben. Had ook een clubje met me gehoord. En een keer per jaar hadden ze vlaggetjesdag. Dan kwamen de bootjes, die kwamen van Rade Tillen, voeren ze hier langs. Bruggen gingen omhoog, slusken gingen omhoog. En het hoofdspultje ging met vlaggetjes in de bal in de boot neer, muziek erbij. En hier stond een viskrompje. En mensen die de passade hadden, die konden een beetje misvoeren. En een middagje de dol erop. Dat was vlaggetjesdag van hoe dit punt. Ja. Uniek. Prachtig, ja. En die herinneringen komen ze boven in het bouw van Toldam verteld. Absoluut, ja. Vertel ik over dat ze me ook kruiden leerde hebben. En Arie Kuper vertelt over de sluske die staat hier, op een foto staat hier op zijn klompen, op zijn kloezeklaai. Als je mijn sluske die zit hieronder. Jarenlang ben ik een slusmeester geweest. Dag en nacht, spuiten, alles. Vrouwen gingen ook terugschepjes naar boeten en anderen naar boeten. Maar in ieder geval, prachtig historisch punt. Dat nou een beetje aan het verlanden is hier zo. Maar ja, de tiets. Het kleurikoolzoot in de polder, het gruine van het gras. Nou, we stonden nog helemaal op Nijstoorn Ziel, Willem. Toen werd ons al door de polder inlaaid. In het bouwke Oldamt vertelt al verschillende onderwerpen aanruid. Ik heb even in drukproef snoesten gemaakt. En dan zag ik een Jan Medendorp, ik zag een Jobke Dammer, de melkboer, ik zag een Herman Staker bijvoorbeeld. Ja, Herman Staker, de eerste winschoterharing in leggerij. Vertel eens, hoe was dat? Nou, als je Herman zegt, Amazon zit, ik heb mijn haring in leggerij ook wel volledig geautomatiseerd. Als je kijkt, ik zit er 25 potjes in, de viskers instapt, siepeltje erbij, laurierbladje, kruiden erin en de dokter azien op. Als je ik heb een vader zien, daar zitten. En twee kannen. En die kanen, daar gooi anderhalf liter in. En die loor ik vol open. En onderwijl gooi ik mijn andere volle kanen. Die gooi ik gauw even over die 25 potjes. Dan ben ze precies vol. En als ik die vol heb, dan is die kanen net weer vol open. Dus die rieden zetten we onder de roet. Die leger er weer onder. En zo kan ik precies aan een beetje deur wagen. En dat is mijn geautomatiseerd systeem. Zeg maar. Ik heb zoveel bedocht. Nou, ik bedoel maar, dan had je het over de zomer. Hè? Ja, nee, daardoor. En dat in die tijd al. Ja, ja. Ja, zeker. Jaren 80 was dat. Ja, hij was zijn tijd wit vroeg. Ja. Hartstikke schier. En het is misschien ook wel belangrijk te vertellen dat het bouw die begon in 1940. Dat de eerste oorlogstrein bij Nijschansen de grens overgegaan. En vertel ik over een man die de wissel overhaalde. Als de Jodentrein eroverheen ging, door begon het vrolijk een beetje met in Nijschansen. En het eindigt ook in 2013. Dus het is een compleet verhaal van 1940 tot en met 2013. Maar straks heeft ook geen gemeente Oldam meer. Dus Tot dan verteld. We kijken er naar uit. Dankjewel.